Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik de collectie It's Bubblegum Fun van Essence uittesten. Dit is een trendeditie. Online is deze nog steeds te koop en hij ligt inmiddels waarschijnlijk al in de uitverkoopbakken in de drogisterijen. Maar de collecties gaan momenteel zo hard dat ik het allemaal niet helemaal meer bij kan benen met opnemen. Maar goed, omdat hij dus online ook nog steeds te koop is, ga ik alsnog deze collectie uittesten. Dus mocht je benieuwd zijn naar deze collectie en hoe de producten bevallen, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik heb het persbericht erbij gepakt en Essence zegt zelf over deze collectie dat je je klaar kunt maken voor een lekker en bubbelend plezierig avontuur. Een vleugje glans en roze maken de lippen, ogen en wangen zomerklaar. Het is een must-have collectie die plezier bevat en de smaak van bubblegum yum. Er zitten ook wat schattige collectors accessoires bij die perfect zouden zijn voor dagelijks gebruik. En je zou kunnen knallen met deze collectie. Allereerst hebben we een liquid highlighter. En dat is deze in een schattige verpakking, moet ik zeggen. Hij heeft de naam 01 Bubblegum Tastic. En ik vind het wel een grappige verpakking, want ik ken dit niet. Essence zegt zelf over deze highlighter dat het een glanzende highlighter is voor een stralende glow. Hij zou een lichtgewicht textuur hebben en makkelijk in de huid blenden. En de formule zou ook makkelijk aanbrengen. Je kunt het dopje er gewoon afhalen en dan is dit de opening. Heel klein beetje. Je gebruikt al snel te veel. En ik wil eigenlijk liever nooit product verspillen. Dan is dit hem. Dan blend ik hem eventjes in met mijn vinger. En dan zie je eigenlijk een hele mooie glow. Dus dat vind ik zelf wel heel erg leuk. Verder was er ook een kabuki brush. Die heb ik niet gekocht. Maar die zat er dus ook in. Dan is er een mattifying stone roller. En dat is deze. Het is een vrij klein, compact product eigenlijk. Hij heeft de naam 01 Double Bubble gekregen. En met deze stone roller, het is eigenlijk gewoon een stenen roller voor de oliecontrole. Waardoor je dus een matte tint krijgt. Er zit ook een navulsteen bij. En hij is dus heel erg handig voor onderweg. En hij ziet er dan inderdaad heel compact uit. Want dit is hem. De steen zit hieronder, de navulsteen. En dan is dit. Dit vond ik trouwens heel leuk. Zo'n soort van glanzende laagje bovenop. Maar die komt op camera niet zo mooi over. Dan is dit de steen, zeg maar. Waarmee je over je gezicht kunt gaan om de olie te absorberen. Dan hebben we een bouncy blush. Dat is deze. Die heeft de naam 01 Make My Heart Bubble gekregen. Het zou een fluweelzachte crème kleurige blush zijn. En hij zou een natuurlijke finish geven op de huid. Hij zou ook lichtgewicht zijn en opbouwbaar. Ik zal hem even openmaken. Dan is dit de blush. En je ziet dus dat hij een kleine bolling heeft. En ik breng hem nu aan. Dan is dit de swatch. Hier zit hij. Dus ik vind hem op zich bij de één keer swatch al best wel wat aan pigment hebben. Maar goed, we gaan het wel eventjes zien wat het op het gezicht doet. Dan hebben we een shiny lipgloss. En dat is deze. Die vind ik ook heel erg leuk. Want er hangt ook een hele leuke hanger aan. Kijk, met een Essence logootje en een kwastje. Deze heeft de naam 01 Bubblegum Babes gekregen. Het zou een glanzende transparante lipgloss zijn en je zou hier super glanzende lippen van krijgen. Hij zou een niet plakkerige textuur hebben en door die hanger zou je hem dus ook aan je sleutels of aan je handtas kunnen hangen, waardoor je hem dus eigenlijk altijd bij je hebt. Even open draaien. Hij heeft niet echt een geur. Zo ziet het er dan uit. Heel klein beetje aanbrengen hoor. Want
komt al snel wat te veel uit. Ik zie inderdaad dat hij gewoon transparant is, wat er ook gezegd wordt. Hij zit hier. Oh, waarom stel je dat niet scherp? Kijk, dit is hem. Gewoon transparant. Hij heeft ook niet echt een geur, als je het mij vraagt. Dan is er een lip oil roll-on. Dat is deze. Het is een lipolie die je gewoon op de lippen kunt rollen. Heeft de naam 01 Zo Bubble Yum gekregen. Het is een roll-on lipolie en je zou hiervan zachte en glanzende lippen krijgen. Ook deze formule zou niet plakkerig zijn. En er zitten voedende amandelolie en ricinusolie in. Dus ik ben uit heel benieuwd. Zo ziet hij eruit. Ik denk dat we hem wel even moeten activeren. Oh, nee, helemaal niet. Hij brengt gelijk aan. Ik dacht dat het eventjes zou duren. Zo ziet hij er dan uit. Ook gewoon transparant, maar ik vind ook niet dat er echt een bubbelgumgeur aan zit, als je het mij vraagt. Dan hebben we een Jelly lipmasker. En dat is deze. En daar hou ik ook altijd heel erg van lipmaskers. Deze heeft de naam 01 Gummilicious gekregen. En het zou dus een lipmasker zijn eigenlijk voor de nacht. Er zit een rijke gel textuur in en hij zou de lippen zacht en gehydrateerd maken. Nou, dat is in mijn geval altijd super fijn. Deze ruikt echt puur naar bubblegum, als je die kauwgom kent. Oh, ik heb er gelijk trek in. Een beetje aanbrengen. Maar je ziet hem niet. Ik heb hem wel geswatcht, maar je ziet het niet terug helaas. Dat is wel een beetje jammer, want dat was natuurlijk wel leuk geweest, maar goed. Daar doen we niet zo heel veel aan. Maar die geur die is echt fantastisch. En ik heb dan ook de Phone Charm gekocht. En dat is deze. Die kun je dus aan je telefoon hangen. Of wat dan ook. Deze heeft de naam 01 Bubble 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 gekregen. En het is gewoon eigenlijk een telefoonaccessoire die geïnspireerd is op U2K. En hij zou schattig en kleurrijk zijn. Hij is gewoon makkelijk in gebruik. Dus je kunt hem aan je telefoon hangen en dan kun je hem zo aan je arm hangen. Dus is gewoon leuk. Leuk met wat kraaltjes en zo. Dus dat is gewoon een leuk extraatje. Goed, dit waren de producten. Ik zal eventjes een haarbandje in doen en dan gaan we ze eventjes uitproberen. Ik heb verder eigenlijk nog helemaal niks op mijn gezicht zitten, omdat ik dus eerst de stoomroller wil gaan gebruiken. Let vooral niet op mijn vrolijke vriend die op me hier zit, want ik heb weer echt net toevallig een puistje gekregen. Dus ik ga nu met die stoomroller gewoon over mijn gezicht heen. Als er al wat olie en dingen op zou zitten, dan is dat nu dan weg. Hij voelt heel ruw aan. Dus op zich zou hij de huid wel mooi glad moeten maken. Ik weet alleen nu niet of ik heel erg last heb van olie. Dus ik weet nu niet of ik hem optimaal kan testen. Hij voelt ook heel koud aan. Dat voelt wel lekker aan. Nou, als er al wat glans was, dan is die nu in ieder geval verdwenen. Ik denk echt wel dat als je echt heel veel last hebt van olie, dat het goed werkt. Hij lijkt ook donkerder te kleuren nu. Het lijkt hier zo, maar ik weet niet of dat echt zo is. Hij is wel donkerder geworden als dat ik hem net had. Dus ja, het voelt wel lekker aan. Dus ja, of we echt heel veel verschil zien, dat zal ik echt verder moeten bekijken als ik hem nog meer uittest natuurlijk. Maar voor nu voelt het wel heel lekker aan en voelt het even zo van lekker fris. Dan ga ik nu eerst even ook het lipmasker aanbrengen. En dan ga ik zo mezelf eventjes helemaal verder opmaken. En dan kan die mooi eventjes lekker intrekken. Zoals ik al zei, hij ruikt dus echt naar die bubblegum kauwgom van vroeger. Vond ik zo lekker. Dan lekker bellen blazen ermee. Ik vind dat de textuur iets moeilijker oppakt. Je moet echt een paar keer over de lippen heen gaan om hem goed erop te krijgen. Maar op zich, het voelt voor nu wel heel lekker aan. Ik zal dit eventjes laten intrekken. En dan ga ik eventjes mezelf dus verder even klaarmaken met de andere. Met mijn standaard
producten. En dan gaan we de andere producten uittesten. Dus dan kom ik zo bij jullie terug met een make-upje op mijn gezicht. Zo, alles zit erop. Dus dan gaan we nu verder met de producten uittesten. Ik ga eerst even het lippenmasker eraf halen. En dan ga ik die lipolie erop doen. Elke keer denk ik bij mezelf. Ik moet dat niet doen met zo'n doekje. En toch gebeurt het. Ja. Goed, dat is eraf. Dan ga ik nu gewoon lekker even die lipolie. Deze ruikt wel echt super lekker hoor. Deze ruikt ook wel echt gewoon heel erg lekker naar bubblegum. Maar ik heb nu wel een haartje erin zitten. Dat is minder. Goed, die gaan we nu even lekker laten intrekken. Dan ga ik nu die blush aanbrengen. Ik ben heel benieuwd natuurlijk. Dus ik pak hem erbij. Dan kan ik jullie even iets meer inzoomen. Is misschien handiger. Mijn kwastje. En dan ga ik er gewoon zo indippen. Het is ook wel spannend omdat hij al best wel veel pigment gaf. Er lijkt nog niet heel veel te gebeuren. Op de camera komt hij donkerder over dan hoe ik hem nu zie. Maar het gaat wel. Was het een collectie die jullie ook aansprak? Of was het een collectie waarvan je dacht, nee, die laat ik lekker aan me voorbij gaan. Dat kan natuurlijk ook. Het brengt mij wel weer een beetje terug ook naar mijn jeugd. Want bubblegum, dat was toch echt wel zo'n ding. Net wat ik al een paar keer heb gezegd, ik heb er ook gewoon gelijk zin in. Maar ik krijg altijd, als ik heel kauwgom kauw, krijg ik zo last van mijn kaken. En bubblegum is natuurlijk best wel een sterke kauwgom. Die je goed moet kauwen. Nou, ik heb hem een beetje opgebouwd. En dan vind ik hem er eigenlijk inderdaad, zoals er ook omschreven staat, best wel natuurlijk uitzien. Dus ik vind hem er zo eigenlijk wel heel mooi uitzien. Dus ik laat het hier ook bij. En dan gaan we door naar die highlighter. En ik breng hem gewoon maar een klein beetje aan op mijn hand. En dan ga ik hem van daaruit wel, denk ik, maar verdelen. Want anders dan komt het niet goed, denk ik. Zo, de dop er weer op. En dan heb ik een heel klein kwastje meegebracht. Nou, weet je, ik ga hem gewoon eerst met mijn vinger even verdelen. En dan doe ik hem daarna wel even met het kwastje. Blenden. Zo, nu heb ik wel alles opgebruikt. Dan pak ik even dat kwastje. Ik denk wel dat je snel moet werken. Ik denk ook wel dat hij snel indracht. Ik hoop ook dat ik nu een juist kwastje heb. Maar... ja. Ja, het blendt wel goed in. Zou ik dit ook nog wel een beetje zo met mijn vingers kunnen doen. En dat dat nu voor nu even beter is. Want daar is het kwastje net iets te klein voor. Ik vind wel de textuur heel nat aanvoelen. Ik vind hem wel heel mooi. Kijk, hij springt er wel uit. Ik heb hem een beetje te ver laten doorlopen. Maar ik heb wel eens iets van, ja, hij ziet er ook echt wel heel erg mooi uit. Ik wil er ook niet te veel meer aan zitten. Omdat ik bang ben dat hij anders helemaal wegvaagt. Maar ziet er wel heel erg mooi uit. Dus ja, eigenlijk vind ik hem wel heel erg leuk. Nou, dan ga ik nu even die lipolie eraf halen. Zo. Gaat op zich makkelijk. En dan ga ik die lipgloss erop doen. Daar ben ik ook nieuwsgierig naar. Ik vind het fijn dat er zo'n schuin aflopend stukje in zit. Zodat je hem makkelijk kunt verdelen. Zo. Ja, ik
vind het wel jammer dat er geen kleurtje in zit. Ik had het wel leuk gevonden of een licht glittertje. Maar op zich is een transparante ook wel leuk natuurlijk. Dus dan heb ik nu in ieder geval alle producten heb ik geprobeerd. Ga ik even mijn haren doen en dan kom ik bij jullie terug om even de collectie na te bespreken. En dan kan ik eventjes vertellen wat ik er dus van vind. Nou, daar was ik weer. Wat vind ik nou van de collectie? Die stone roller. Ik keek eventjes naar mijn gezicht voor ik me ging opmaken. En ik zag echt wel dat mijn gezicht er heel matterend uitzag. Ik heb het idee dat hij echt wel goed zijn werk doet. Ik heb het nu natuurlijk niet geprobeerd of, met olie of zo. Maar ik denk echt wel dat hij goed opneemt. En juist door dat handzame formaatje is hij ook heel handig om mee te nemen. Dus dat vind ik echt wel heel erg fijn. Het lipmasker. Ja, voelt fijn aan op de lippen. Ik heb hem natuurlijk vrij kort gebruikt. En ik ga hem gewoon lekker nog in de nacht gebruiken. Maar de tijd dat hij er even op heeft gezeten, voelde hij fijn aan op mijn lippen. Ik vind het jammer dat de textuur een beetje stroef is. Dat hij niet zo makkelijk uit het potje komt. Waardoor je er echt wel een paar keer in moet dippen om je lippen ermee in te smeren. Maar als dat het is, ja, ik vind het verder wel fijn aanvoelen. Maar ik moet hem verder ook nog beter uittesten. De blush vind ik mooi. Ik merk alleen, eigenlijk vind ik het meer een poedertextuur. En je kunt hem wel mooi opbouwen. En het resultaat is natuurlijk, ondanks dat hij vrij donker oogt, is het niet dat je echt onwijs roze wangen krijgt. Dus ik vind het resultaat eigenlijk best wel mooi. Die highlighter, ja, daar ben ik uiteindelijk toch niet heel tevreden over, helaas. Ik zie ook dat het dopje er verkeerd op zit. Oh nee, je zit wel goed. Met zwartje vond ik hem zo mooi. En het zag er heel mooi uit. En ik keek net in de spiegel en je ziet er niks meer van terug. Je ziet niet meer dat ik hem hier, ja, op de camera laat hij het nog wel zien, heel licht. Maar als ik gewoon in het licht kijk, zie ik hem niet meer. Dat vind ik echt heel erg jammer. Dus het is een beetje lastig omdat hij op de camera wel weer geeft. Ik zie hem dan op mijn neus nog wel licht zitten. Maar ik vind dat de textuur een beetje wegvaagt. En dat is wel jammer. Dus ja, daardoor ben ik er niet heel blij mee. De lipolie voelde gewoon fijn aan. Ik moet zeggen, ik heb hem natuurlijk vrij kort geprobeerd. Maar voor de tijd dat hij erop heeft gezeten, voelt hij gewoon lekker aan. Dus dat is heel fijn. Ja, en de lipgloss, ja, voelt voor nu prima aan. Ik moet nog eventjes gaan controleren of dat hij echt niet plakt. Maar voor nu voelt het wel lekker aan. En denk ik, ja, het is eigenlijk prima. Ben heel benieuwd wat hij verder natuurlijk gaat doen met dat plakkerige. Ik had het wel leuk gevonden als er iets van een glittertje of een licht roze kleurtje in had gezeten. Maar op zich is transparant ook leuk. En je kunt er natuurlijk zelf ook nog gewoon een leuke lipstick onder dragen. Vind je dat wel leuk? Dan krijg je gewoon die mooie glans. Ik ben eigenlijk benieuwd wat jullie van de collectie vonden. Of dat jullie ervan wat gekocht hebben. Of dat je hem toen hebt laten liggen. En dat je naar aanleiding van deze video denkt, ik zou er nog wel wat van willen hebben. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om te zien hoe ik de producten heb uitgetest. Er gaan dus wel haartjes in die lipgloss zitten. Non-sticky. We plakken wel haartjes in. Ja, laat het vooral eventjes weten bij de comments. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, daar staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Ik wil je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop je bij een volgende video weer te mogen zien. Doei!